Polyklinieken in Suriname moeten in staat zijn middels algemene protocollen abortus te plegen bij vrouwen en jonge meisjes die dat wensen. Dat is het standpunt van Stichting Lobby in Suriname, die zich bezighoudt met seksuele reproductieve gezondheidszorg. Hoewel de wetgeving van Suriname abortussen verbiedt, blijkt in de praktijk dat op jaarbasis ruim 500 vrouwen en jonge meisjes zich aanmelden voor nazorg bij de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, na een onveilige abortus te hebben gepleegd. Deze data is zorgwekkend, vooral omdat deze vrouwen en jonge meisjes vaker ongewenst zwanger zijn geworden. Socioloog Julia Terborg, die tevens voorzitter is van het bestuur van Stichting Lobby, heeft hieromtrent uitgebreid onderzoek verricht. Zij is tot de slotsom gekomen dat vanwege de slechte toegang tot anticonceptiemiddelen het aantal abortussen toeneemt. Probleem is. Ja, kijk, het is eigenlijk heel moeilijk omdat we een hele strikte wet hebben. En die wet zegt eigenlijk dat abortus verboden is. Ja. Maar er is eigenlijk een grote discrepantie, een groot verschil tussen wat de wet zegt en wat de praktijk uitwijst. Ja. Want eigenlijk is er een soort van gedoogbeleid in die zin dat je in principe wel toegang hebt tot veilige abortus, maar je moet er wel voor betalen. Toch? En er is eigenlijk gewoon heel veel stigma en taboe op abortus. Dus het is niet zo dat abortus voorhanden ligt. En eigenlijk moeten we als samenleving ook proberen om abortus te voorkomen. Hè? Ja. Daarom is het ook heel belangrijk dat wij als Stichting Lobby er alles voor doen om die toegang tot anticonceptie te verbeteren. Want eigenlijk blijkt wereldwijd dat hoe slechter de toegang tot anticonceptie, hoe lager het gebruik van anticonceptie, hoe hoger de abortus. Ja. De socioloog zegt verder dat het probleem rondom abortus beter aangepakt zal worden wanneer het uit de taboesfeer wordt gehaald. Om te beginnen moeten abortussen volgens Terborg normaal worden geregistreerd. Tot nu toe is dat namelijk niet het geval vanwege de wetgeving. Maar eigenlijk zou je toch gewoon op een of andere manier moeten kunnen overgaan tot registratie van abortussen. Zodat je in elk geval weet wat de omvang is van het probleem. Want wanneer we het hebben over tienerzwangerschappen, dan verwart men het eigenlijk met het tienermoederschap. We weten wel hoeveel tienermoeders er zijn, toch? Want we weten hoeveel kinderen jaarlijks geboren worden uit een tienermoeder. Dat is een meisje onder de 19 jaar. Maar we weten niet hoeveel zwangerschappen er zijn geweest. Want een zwangerschap kan eindigen in een geboorte. Maar een zwangerschap kan ook eindigen in een abortus. Ja. En daar hebben we geen cijfers over. Precies. Maar we hebben wel hele sterke aanwijzingen dat het aantal abortussen heel groot is. Maar dan wordt het heel moeilijk om het probleem echt te tackelen als je toch wel niet echt over data beschikt. Ja, dus dat is een van de problemen, maar er zijn wel aanwijzingen. Wat er op de spoedeisende hulp zich aanmeldt, is een aanwijzing. Niet alleen dat er abortussen plaatsvinden, maar ook dat er onveilige abortussen plaatsvinden. Socioloog Julia Terborg, voorzitter van het bestuur van Stichting Lobby, over haar onderzoek over abortussen in Suriname.